Goedenavond, broers en zusters, en welkom bij ons aanbiddingsdienst met zang en gebed voor woensdag 11 mei. Vanavond is ons onder die thema, Here spreek en ons luister. En ons glo ook dat, door middel van te luister naar die stem van die Here, dat Hij ook door ons zal spreek en werk. Kom ons open dus ons aanbiddingsdienst met zang en gebed, door lekker saam te sing, gesang 372, gesang 372, al 6 die verse, Faisi 6. Gesang 663, verse 1, 2 en 3, wysie 126 van gesang 663. Thank you.
ons verneem die dagwoorde vir Woensdag 11 Mei. Ons dagteks, die Heere was met Samuel en hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. 1 Samuel hoofstuk 3 vers 19. Ons leertekst, Jesus sê, vind na julle luister, luister na my. Lukas 10 vers 16. In ons gesangvers, laat alles wat ek spreek, my naaste dien tot voordeel, dat ek nog niks mag praat, wat my eens moet veroordeel. Laat my in my beroep net sê wat nodig is, en gee my woorde krag, toch sonder ergernis. Gesang 422 vers 3, versie 146, kom ons verenig in gebed. Vader, open my verstand en hart, zodat ik naar die stem en die stem alleen zal luisteren als je praat tussen al die stemmen waarna ik dagelijks luister. Amen. Kom ons zing vervolgens samen uit gesang 440, gesang 440, verse 1, 2 en 4, versie 148. Gesang 707, verse 1 tot 3, wijse 185 van gesang 707. Thank you.
Ons tekst voor oordenking vindt ons in die boek van Johannes, hoofdstuk 8, verse 31 tot 36. Ek lees saam met u uit die 1983 Afrikaanse vertaling, verse 31 van Johannes, hoofdstuk 8. Ek lees saam met u. Toe Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en was toch nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. Een slaaf bly nie vir altyd by jou huisgesin nie, een seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werkelijk vry wees. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Ons sing vervolgens uit gesang 359, gesang 359, al vier die verse, versie 145. Thank you.
Gesang 696, Gesang 696, verse 1 en 2, wyse 106. Ons bid saam. Jesus, rots vir my geslaan. Dankie Here, dat ek weet dat U altyd met ons is. Dat U ons nooit verlaat nie, nooit verstoot nie. Dankie Here, dat daar net een stem is waarna ek moet luister. En dit is U stem. Spreek Here en laat ek luister. Spreek Here en laat my luister wat U wil hê ek moet doen. Here, in hierdie aand, Here, gee ek net vir U die eer, die lof en die prys, want U is groot en U is almagtig. En daarom is ek elke dag soekend na U. Help my, Here, om U te soek elke dag van my lewe, U te volg elke dag van my lewe. Bid ek in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Gesang 592 verse 2, wysie 233 van Gesang 592. Gesang 256, Gesang 256, verse 7, 8 en 9, wysie 110 van Gesang 256. Thank you.
ons sê baie baie dankie, lieve broers en sisters, dat u deel het gemaak het van ons aanbiddingsdienst met sang en gebed. Ja, laat ons in hierdie aand hier en elke dag van ons leven, wanneer die Heere met ons spreek, sal luister, sal om na sy stem sal luister, uit al die duisende stemme waarna ons elke dag moet luister. Maar laat ons ons hart so inrig om sy wonderbaarlike reddingsstem te kan hoor. Kom in ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens hier rustige nacht toe, lieve broers en lieve sisters. Wees veilig en wees geseend. Baie, baie dankie.